Michiel, wat dacht je? Ik introduceer het Haagse kwartiertje maar even bij Feyenoord. Gek. Nee. Nou ja, natuurlijk droomscenario omdat dit gebeurt. En ja, dat is onbeschrijfelijk op dat moment wat er gebeurt met je. En, ja. Nou, beschrijf het toch maar. Ja, dat is, wat ik zeg, is best wel moeilijk. Zeker omdat het natuurlijk vrij hectisch is geweest, alles de afgelopen weken. En, ja, dat het dan zo'n beloond mag worden, dan geeft dat een heel goed gevoel, ja. Wist je eigenlijk dat je mocht spelen vandaag? Nee, eigenlijk niet. Verloop van de wedstrijd vraagt misschien voor de wissel. En de trainer vond dat hij mij moest brengen in de 60ste minuut, begreep ik. Dus ja, dan moet ik zorgen dat ik er klaar voor ben. Ja. We gaan gewoon even terugkijken naar je doelpunt, want dat heb je nog niet gedaan. Beschrijf hem maar. Beschrijf hem maar. Goede steekbal van Rick. En voorzetten wordt nog aangeraakt waardoor hij omhoog gaat. En, ja. Kom hem goed binnen. Ik weet dat jij hebt gesproken met Kazim nog na de wedstrijd. Wat zeiden jullie tegen elkaar? Nee, dat het niet persoonlijk naar mij toe was dat hij boos was om de wissel. Maar ja, gewoon dat hij teleurgesteld was over hoe het ging, denk ik. En, ja, dat is niet naar mij persoonlijk toe. En ik maak me ook helemaal niet zo druk, want dat vind ik ook niet erg. Dat is dan duidelijk. Jij zit dan op de bank, zo'n eerste helft. Je kijkt naar het spel. Wat denk je dan? Wat denk ik dan? Dat moeizaam ging. Zonder dat we nou echt heel veel kansen kregen. Maar we waren denk ik een paar keer gevaarlijk via de zijkanten met voorzetten. En ik denk dat op het moment dat we net tweede helft begonnen dat het iets beter ging lopen bij ons. En, maar goed, we creëren nog niet heel veel kansen. Dus het was moeizaam. Maar ja, ik denk op basis van het laatste half uur misschien wel verdiend. De wedstrijd vroeg na de eerste helft om iets. Er moest iets gebeuren. Ben jij dan zo'n type speler? Waarschijnlijk niet hoor. Als ik jou een beetje naga. Die zegt ja, trainer zet mij er maar in. Ik ben er klaar voor. Nee, dat bepaal ik helaas niet. Nee, dat bepaalt de trainer dus. Als de trainer zegt ik moet erin, dan moet ik erin. Dan moet ik er gewoon staan. Ik moet zeggen dat voetballen nog wel beter kan. Maar ja, het is allemaal even wennen natuurlijk. Met allemaal nieuwe spelers, andere speelstijl. Dus dat is allemaal wennen. Maar ja, dit is... Ja, waar blijkt dat uit, dat wennen? Nou ja, kijk, bepaalde looplijnen, bepaalde systemen. Het is gewoon anders dan bij ADO. En ja, daar moet ik gewoon aan wennen. Dat is logisch, omdat ik er pas een week ben. Dus dat is allemaal nog wennen. En ja, dat moet met de week beter gaan, mocht je meer minuten maken. Dus daar maak ik me ook niet druk om. Maar het is natuurlijk eventjes wennen om met andere spelers om je heen te spelen. De eerste ligt erin. Gefeliciteerd. Dankjewel.